En anno 2019 blijft de discussie nog overeind in hoeverre Suriname in 1975 daadwerkelijk klaar stond om staatkundig onafhankelijk te worden van Nederland. De laatste voorzitter van de toenmalige Staten van Suriname, Emil Wijntuin, benadrukt dat Suriname harde kreten moest aanhoren van het moederland. Wij gaan Suriname wegjagen uit het koninkrijk, waren de harde woorden die Surinamers moesten aanhoren, vertelt Wijntuin. En ik zeg, al ben je niks, maar je hebt toch een jeje. Als je ergens bij iemand woont, inwoont, en ik bedoel, wat is jouw gue? Wat is jouw gue? Maar dan kan ik gewoon mensen zeggen, komende zeven, meegoe Tamara. Nederland heeft bij herhaling laten blijken dat Nederland opgescheept zat met Suriname. En ik vind het jammer dat de tegenstanders nog steeds hameren. Maar het grootste motief van Suriname is geweest het feit dat Nederland ons met gesloten mond heeft gezegd, ga weg jongen. Jullie kost ons heel. En toen hebben wij de eer aan onszelf gehouden. En het was niet zo onvoorbereid. Want er is een statuut vooruitgegaan met 10 jaar. Dus Suriname heeft eigenlijk een soort ontwikkelingsperiode gehad om ons vertrouwd te raken met de ontwikkeling in de wereld. Over precies 12 dagen mag de Republiek Suriname haar 44ste staatkundige onafhankelijkheidsdag herdenken. Suriname heeft geen gewelddadige strijd moeten leveren om onafhankelijk te worden. Dit was wel het geval in andere delen van de regio. Nederland heeft ruim 4 eeuwen lang rijkdommen gehaald uit zijn voormalige kolonie. Delen van de samenleving hadden eerder gezien dat Suriname beter moest worden ontwikkeld. Zaken zoals betere infrastructuur, goede onderwijssystemen en een stabiele financiële economie hadden eerst moeten plaatsvinden. Wijntuin vertelt dat alvorens de onafhankelijkheid had plaatsgevonden, Suriname reeds 10 jaar zelfbestuur had. Suriname was gereed voor de onafhankelijkheid, benadrukt de oud-statenvoorzitter. Hij gaf aan dat bij haast elke vergadering met de leden van de Tweede Kamer in Nederland hatelijkheden werden geuit richting de Surinaamse delegatie. Een van de leden ging zelfs zo ver door te stellen dat de onafhankelijkheid per post zou worden geleverd aan ons land. Suriname is een rijk land geweest, Nederland heeft geprofiteerd van Suriname. Dat was het. En toen kwam de onafhankelijkheid. Het was een mooie dag. Ik heb bij de proclamatie van onafhankelijkheid heeft de toenmalige staatsgeneraal Kurt Waldheim gezegd: de wijze waarop Suriname zijn onafhankelijkheid verkregen heeft, is een voorbeeld voor de hele wereld. Dat zei de staatsgeneraal van staatsgeneraal Kurt Waldheim. Hij zei: de wijze waarop Suriname zijn onafhankelijkheid verkregen is een voorbeeld van hem. In 1959 hebben 3 Afrikaanse bisschoppen bezoek gebracht aan president Verrier. En bij het vertrek heeft een van de bisschoppen gezegd: als Afrika een leider had op het niveau van de president van Suriname, zou Afrika een heel ander land zijn geweest. Dat zegt 3 kerkleiders met ervaring. Ze hebben Suriname vergeleken met hun eigen land. En ik moet eerlijk zeggen, de wijze waarop Suriname president Verrier bejegend, dat betreur ik ten zeerste. De man zijn naam wordt helemaal niet genoemd alsof hij niks betekent voor Suriname. En met dit bericht sluit ik het nationaal nieuws af. Straks de internationale berichten.